Welke wijn schenk je het best bij een barbecue? Hi, ik ben Bart en verantwoordelijk voor het wijnassortiment van Jumbo. Aan het eind van de zomer bekruipt mij altijd het gevoel van nu kan het nog. Die laatste keer genieten van buiten barbecuen. Het leuke van barbecuen vind ik alle verschillende gerechten die je kunt bereiden. Vlees, vis, groenten. Om hier dan de juiste wijn bij te kiezen is nog best een klusje. De uitgesproken smaak van barbecue gerechten vraagt om een niet al te moeilijke wijn. Maar wel een wijn met ruggengraat. En dat kan rood, rosé, maar zeker ook wit zijn. Gerechten van de barbecue zijn meestal hoog op smaak en niet te ingewikkeld. Dat zijn ook precies de kwaliteiten die je zoekt in een barbecue wijn. Ik heb er een paar uit ons wijnassortiment voor je geselecteerd die spot-on zijn. Dit is de Waterval Chardonnay uit Australië. Vol van smaak en toch ook lekker fris. Je proeft rijp steenfruit, zoals nectarine, maar ook iets nootachtigs, doordat de wijn 3 maanden op eikenhout heeft gerijpt. De wijn kost €5,49. Rochemosset Rosé van de Merlot-druif. Populaire wijn uit het zonnigste zuiden van Frankrijk, de Lange Dok. Licht fris en fruitig tegelijk, ruikt lekker bloemig en je proeft tropisch fruit. De wijn kost €4,39. Tussenjumper Nero d'Avola, een stoere biologische wijn uit het zonnige Sicilië. Met naast lekker rijp rood fruit in geur en smaak ook veel pit. Een wijn met ruggengraat. Deze wijn kost €5,99. Het is echt niet nodig om bij alles wat je serveert een andere wijn te schenken. Mocht je toch iets meer richting willen, kies dan voor een volle Chardonnay bij zalm of garnalen van de barbecue, een fruitige rosé bij varkensvlees, kip of groente, en stevig rood bij rund en varken. Kom vooral naar Jumbo om jouw ideale barbecue wijn te halen. Geniet nog even maximaal van dit wijnseizoen.